Het wordt geweldig! Ik kan niet wachten. Wat zijn jullie opgewonden? Is dat omdat het morgen zaterdag is? Ja, opa. En omdat we een werkstuk moeten maken. Een werkstuk? Ja, een dag uit mijn levendagboek. Dan schrijven we alles op wat we die dag doen. De juf heeft gezegd dat we het zo bijzonder mogelijk moeten maken. Die van mij komt vol met mooie tekeningen. Gaan we potloden slijpen. Tot straks, Zoe. Dag hoor, Elsie. Oh, ik wilde ook al tekeningen maken. Maar ik wil Elsie niet naapen. Of je verzint gewoon wat anders. Niet zo sip kijken, je verzint vast iets anders. Ja, ik doe de zelfontspanner even aan. 3, 2, 1. Lachen! Wie is toch die knappe dame die daarnaast die stoere vent staat? Wat is dat? Onze nieuwe camera, Zoe. Nu kunnen we foto's maken wanneer we maar willen. Foto's! Ik kan hem gebruiken om foto's voor mijn dagboek te maken. Heb je daar foto's voor nodig? Nee, maar Elsie maakt haar dagboek door tekeningen te maken. En die van mij moet ook bijzonder worden. Mag dat, pap? Maar... Doeg! Als jij de camera graag wilt gebruiken, moet je beloven er super voorzichtig mee te zijn. Hij is gloednieuw. Dat beloof ik. Vooruit dan maar. Bedankt, pap. Woehoe! Ja, yippie! Voorzichtig, Pop. Ik moet heel voorzichtig doen met deze camera. Hij is gloednieuw. Dus stop ik hem hier weer in als ik hem niet gebruik. Goed dan, Pok. We gaan foto's maken voor een dag uit mijn leven. Zoe, wil je me helpen een cake te bakken? Oh, graag, oma. Dan maak ik daar een foto van voor in mijn dagboek. Lachen. Oh. Pap, wat ben je aan het doen? De auto maakt een beetje een raar geluid. Ik ben aan het kijken of er iets mis is met de motor. Mag ik helpen? Foto maken? Tuurlijk. Zou je mijn zaklamp uit de gereedschapskist willen pakken en even bijschijnen? Dat zou enorm helpen. Goed, pap. Alsjeblieft. Dankjewel, Zoe. Lachen. Hoi, mam. Van wie is die fiets? Wat is die fiets, zeg? Het is mijn fiets. Ik heb er al lang niet op gefietst. Ik ga hem maar verkopen. Het sopje is wel erg vies geworden. Oh ja, ik moet schoon water pakken. Dat doe ik wel voor je. Dank je, Bizu. Goedemorgen, Zoe. Hoe gaat het met je dagboekwerkstuk? Geweldig. Ik heb al heel veel foto's. Kijk. Oh. Ze zijn fantastisch. Oh, wat leuk zeg. Weet je dat ik vroeger ook best een goede fotograaf was? Deze heb ik heel lang geleden gemaakt. Dat is de winkel van meneer Zoe. Ik ga naar de winkel. Dan maak ik daar een foto voor mijn dagboek. Goed idee, maar wel eerst aan mama vragen.
foto van meneer Zoe te maken? Oké, Bizou, maar niet te lang. Hoi, Elsie. Oh, hoi, Zoe. Ik heb al 17 tekeningen. Ik mag mijn vaders nieuwe camera gebruiken om foto's voor mijn dagboek te maken. Ik ga naar de winkel voor een foto van meneer Zoe. Deze potloden zijn al bijna helemaal op. Ik ga wel met je mee. Meneer Zoe? Hallo, Zoe. Hallo, Elsie. Wat kan ik vandaag voor jullie doen? Ik wil graag nieuwe kleurpotloden, meneer Zoe. Dank u. En wat wil jij, Zoe? Heb jij ook potloden nodig? Nee. Ik maak vandaag foto's voor mijn schoolwerkstuk. Mag ik er misschien eentje van u maken, meneer Zoe? Een foto? Van mij? Natuurlijk. Wat leuk, zeg. Hij is weg. Wat is weg? De camera. Ik ben hem kwijt. Oh nee, ik zou er goed op passen. Nou mag ik natuurlijk nooit meer wat lenen van papa en mam. Oh. Als je nu eens bedenkt waar je vandaag bent geweest, dan gaan we daar samen zoeken. Dat is een goed idee. Kom mee. Waar kan hij toch zijn? Stel dat ik hem ergens heb laten liggen en iemand hem heeft gestolen. Hier is hij ook al niet. Zo, waar was je voordat je naar meneer Zoe ging? Nergens. Ik was gewoon thuis. Dan is de camera ergens in je huis. We kijken op alle plaatsen waar je foto's maakte. Aha. Heb je iets gevonden? Ik weet wat het probleem is met de motor. Ik weet alleen niet hoe ik het moet repareren. Geef de camera eens, Zoe. Wil je de camera? Als ik nou een foto van de motor maak, dan e-mail ik die naar de monteur en dan kan die me vertellen wat ik moet doen. De camera. Oké, ik zal hem even pakken. Hallo, Zoe. Wat vind je ervan? Hij lijkt wel helemaal nieuw. Nu wil iemand hem vast wel kopen. Ik maak gauw een foto voor de advertentie. Heb jij de camera? Volgens mij ligt hij in de keuken. Ik pak hem wel even. Ik weet zeker dat ik een foto in de keuken heb gemaakt. Zo, daar ben je. Ik was al aan het zoeken. De cake die we hebben gebakken is zo mooi geworden dat ik mee wil doen aan een grote cakebakwedstrijd. Moet ik wel een foto hebben. Wil jij die maken? Met de camera? Tuurlijk, oma. Maar de camera ligt nog op mijn kamer. Je maakt toch wel een foto van mij voor je dagboek, Sue? Huh? Wat dacht je van een actiefoto? Straks, Omi. Hier heb ik mijn eerste foto gemaakt. Hij moet hier wel ergens zijn. Oh, dan ben ik de fotocamera dus echt verloren. Ben je er ergens anders mee geweest? Ik heb nergens anders foto's gemaakt. Ik ben in opa's werkplaats geweest. Zo, waar is de camera? Het spijt me echt hoor. Ik ben hem kwijt. Maar waar? Nou, ik had hem... Je bent hem niet kwijt, Sue. Je wilde zo graag naar meneer Zoe's winkel om een foto van hem te maken dat je de camera in de werkplaats liet liggen. Phew. Sorry dat ik niet beter oplette. Ik beloof dat ik volgende keer extra, extra voorzichtig ben. Als dat ooit nog eens mag. Toe. Dit helpt hem vast om hem niet nog eens kwijt te raken. Bedankt, opa. Kom, allemaal samen op de foto. En streep. Streep! Mijn dagboek is af.
En de camera is weer veilig terug.